De natuur brengt mij heel veel rust. En ja, ik weet niet als je dit gebied ook kan zien, maar het is gewoon echt een prachtig gebied. En ik geniet daar echt heel erg van. Als je bijvoorbeeld nu naar dit uitzicht kijkt, of naar de bloemetjes, weet je wel. Het straalt gewoon rust uit, maar ook gewoon in zijn algemeen gewoon vrede, rust, vrede, gezelligheid. En als je met veel dingen aan je hoofd zit en je gaat gewoon een stuk wandelen, dan heb je toch altijd het gevoel alsof het zeg maar, wat leger is. Dus hoeft het niet per se te zijn, maar het voelt wel zo. Nou, zoals zei, dus een stukje rust en een stukje tevredenheid. Gewoon lekker genieten. Ja. Ja, inderdaad, dat stukje rust, dat begrijp ik ook. Ja. Dat heb ik ook. Oh, ja. Ja, ook gewoon lekker één zijn met de natuur of zo. Ik weet niet lekker hoe dat moet. Lekker op jezelf komen. Ja. Gewoon even in mijn eentje, maar dan wel gewoon lekker vrij. C-Lab is een mooi project. Een week lang gaan we met studenten een avontuur aan. Een avontuur op zee. En de deelnemers, dat zijn studenten van allerlei verschillende opleidingen en achtergronden. En zij hebben ervoor gekozen om samen onze omgeving te ontdekken en elkaar te leren kennen. Ondertussen leer je jezelf beter kennen, leer je anderen beter kennen, raak je vaak geïnspireerd door de ander. En wij gaan ook eilanden bezoeken, de Waddeneilanden, Texel en Terschelling. En we zitten dus echt als leerlingen, ook de begeleiders, als leerlingen van de natuur in de natuur. En je leert jezelf gewoon beter kennen tijdens C-Lab. Ja, het is goed om te beseffen dat ze eigenlijk zijn bedacht om heel veel redenen. Ten eerste zijn het dus de 17 doelen die gehaald moeten worden in 2030 om onze leefbare toekomst te verzekeren. Maar aan de andere kant ook kunnen ze gebruikt worden als een soort raamwerk waardoor we de wereld kunnen bekijken. Dus daar hebben we een mooi voorbeeld over theezakjes bijvoorbeeld. Je kunt eigenlijk alles in de hele wereld kun je bekijken door die 17 doelen. En je kunt ze als individueel doel zien. Dus nou, in 2030 willen dat er geen honger meer is bijvoorbeeld. Maar je kunt ze ook zien als dus dat raamwerk waardoor je alles kunt bekijken. Zo kan een bedrijf zeggen, oké, wil duurzamer worden. Ik voel me compleet onderdeel van natuur. Als in dat ik zelf natuur ben en daardoor ook deel ben van een ecosysteem en deel ben van het wereldsysteem. Daar ook uit volgend alle keuzes die ik maak zijn voor mijn leven. Ik kan me daar ook wel in vinden. Het is meer een beetje, ik besef zeg maar mijn rol als persoon en wat voor een invloed dat heeft op de natuur om mij heen en op de mensen om mij heen en ook op de dieren om mij heen. En daarin ben ik me eigenlijk gewoon heel erg bewust dat ik daar een deel van ben en dat mijn acties hebben ook gevolgen voor anderen. Ja. En daar wil ik juist zoveel mogelijk voor zorgen dat het een positieve actie is en niet dat een negatieve consequenties heeft. Ja, dat sluit ik me ook wel bij aan inderdaad. Waar we niet zo vaak over nadenken is wat er allemaal bij komt kijken om dat mogelijk te maken. Dus we wilden eigenlijk vragen aan jullie om zoveel mogelijk doelen te koppelen aan een theezakje. Dus waar komt het vandaan? Waar gaat het daarna heen? Wat is er voor nodig om mij dit nu te laten vasthouden? Wat wil het voor nodig om de thee te maken? Waar gaat de thee heen nadat je het gedronken? Ja, ik besef me gewoon de rol in de voedselketen en de rol in de waardeketen, maatschappelijke ketens die er zijn, zijn op die manier. Ja. En ook een beetje hoe wij als mensen, zeg maar, een beetje uit die rol zijn gestapt als mensheid. Ja. Dat wij denken, oké, we staan er eigenlijk een beetje boven. Wij hebben alles voor onszelf mooi hier neergezet. Ja. Dus we staan boven de natuur, maar daar ben ik juist heel erg tegen.
ik vind dat alles en iedereen is eigenlijk onderdeel van de natuur. Dus als mens, dier, ieder organisme is eigenlijk één groot systeem. En ja, alles staat wel in verbinding met elkaar. Je moet even samen doen, want ja, normaal gewoon denk ik niet met zo'n grote groep. Ik ben heel erg opgegroeid met de natuur, dus ik vind eigenlijk alles wel interessant. Het heeft me ook als kind af aan al geïnteresseerd. Dus van beestjes tot plantjes was ik al bezig met bekijken en onderzoeken. Kijken naar de verschillen. En vooral water trok mij heel erg. Ook opgegroeid bij water, dus ja, dat trok mij altijd heel erg en vond ik ook altijd heel interessant. Vooral de visjes en alle soorten. Als kind had ik wel gewoon dat ik in een speeltuin ging spelen. Estafette day in bos, ja, of course, weet je wel, leuk. Wie wint er toch? Verstoppertje spelen in het kleine bosje in mijn dorpje. Ik vond het gewoon heel chill, rustgevend. Zand op het strand spelen. Mijn ouders merkten altijd aan mij dat ik heel rustig werd van gewoon lekker met mijn broer rondrennen in het zand of door de bossen heen. Gewoon, daar werd ik rustig van. Dus mijn band met de natuur was wel altijd gewoon goed als kind zijnde. Dus ja, dat. Ik woon zeg maar achter het Leeuwardenbos. Dus als kind zaten we daar altijd te spelen. En daar heb je ook allemaal van die koeien. Ik weet even niet hoe ze heten, maar die liepen daar dan ook. En dan gingen we daar zeg maar erheen om ze te voeren en zo. Dus. Schotse Hooglanden is dat. Kijk, en we hebben ook nog een klein visje. Kijk. Oh ja. Kijk, in mijn bakvis zitten een paar loeppotjes. Zou iemand die misschien willen pakken? Dan kunnen we het visje en de garnalen even van dichtbij bekijken. Ik was als kind eigenlijk altijd buiten. Veel in de weilanden, veel in de natuur te vissen. Met mijn vader mee, met metaaldetector te zoeken. Ik wou vroeger altijd boswachter worden. Dat was mijn droom eigenlijk wat. Dus met qua kind wat bij natuur. Ja, weet je, dat vond ik altijd echt wel mijn ding. Ja, buiten zijn. En groot ik wel van. Nou ja, voor mij eigenlijk ook hetzelfde. Ik vind het ook inderdaad wel heel leuk om altijd buiten te zijn. Als kind zijnde ging ik ook altijd naar buiten met mijn zus kikkers zoeken en zulke gekke dingen. Ja. Wij wonen natuurlijk ook wel een beetje in een bosomgeving. Dus wij vonden het sowieso altijd wel leuk als kind zijnde buiten zijn. Leuk buiten spelen en doen. En vooral heel veel in de natuur bezig. Ja.
denk dat we voor ons beide kunnen spreken dat we ons heel erg zorgen maken over de natuur. Ja. Soms misschien een beetje te veel, dat het zelfs in onze vrije tijd het een beetje in ons achterhoofd... Zeg maar, het zit altijd in ieder geval in mijn achterhoofd. En dan soms dan lees ik bijvoorbeeld iets op het nieuws van... Er zijn hier weer hele grote bosbranden, dus daar een overstroming. En dat maakt me gewoon een beetje... Impact op ons eigen welzijn. Ja, precies. Ja. Dus zeg maar, dat maakt me niet blij en daar word ik gefrustreerd van. En in die zin maak ik me gewoon heel erg veel zorgen over. Dat is ook maar iets dat zo ver weg van mij kan zijn. Dat ik het nog steeds zo erg bij mezelf voel. Ja, en probeer ook op heel veel verschillende manieren hoopvol te blijven. Ja. Ook met al onze vrienden en zeg maar de maatschappij, ja, de community waarin we leven, zeg maar. Er zijn heel veel mensen die een soort van zich zorgen maken. We proberen allemaal manieren te vinden om toch hoopvol te blijven. Om elkaar gemotiveerd te houden om door te blijven werken. Want ja, het ziet er niet zo best uit. Dus er zijn heel veel mooie ontwikkelingen, maar er zijn ook nog hele negatieve ontwikkelingen. Dus zorgen maken is onzeker, denk ik. Ja. Ik verdiep me ook best wel veel in de oceanen en de zee en hoe dat daar gaat. Nu vooral met de klimaatveranderingen en de opwarming van de aarde. En ik zie daar wel hele grote verschillen en veranderingen nu plaatsvinden, helemaal met het koraal. En ik maak me daar best wel zorgen om, want het gaat echt slecht met koraal en heel veel vissoorten en diersoorten. Dus ja, ik vind dat wel heel zorgelijk. En ook voor onze toekomst later en voor de generaties na ons. Weet ik niet wat de toekomst, of dat net zo mooi zou zijn als dat wij dat nu hebben. Gisteren had ik het er ook over. Je moet je gewoon openstellen en gewoon accepteren dat het nou eenmaal gewoon slechter gaat. En daarmee gewoon proberen de verandering in te brengen. Want zelfs de kleine dingetjes zoals gooi je blikje weg, zeg maar in de prullenbak, in plaats van hem laten liggen en dan doorlopen. Alleen die kleine veranderingen kunnen er al voor zorgen dat het zoveel beter wordt. En dat vind ik gewoon heel jammer dat mensen daar gewoon niet voor open willen staan. Ik denk dat de natuur zich eigenlijk altijd wel weer omhoog zien te komen. Tuurlijk, wat wij nu als mens doen is niet goed. Maar ik denk dat de natuur zich altijd wel redt. Ook al gaat het niet goed. Het komt altijd wel weer goed. Zo in mijn ogen lijkt het zo. Maar tuurlijk, het is wel anders dan vroeger het was. Ja, vooral de klimaatopwarming, zulke dingen. Plastic wat we op het strand hebben gevonden gisteren. En als ik nu om me heen kijk, dan zie je ook wel hoe mooi de natuur eigenlijk is. En, wel iets wel moeten doen. Dat is wel iets waar wij verandering in moeten brengen. En wij willen dit natuurlijk wel behouden. Dus ik denk dat we wel actie ondernomen moeten worden. Ja, we moeten niet meer achteruit dan dat het al misschien is gegaan. Ja. Ja. Als je kijkt van wat de waarde is van openstaan voor elkaar, nieuwe vriendschappen aangaan, maar ook openstaan voor ons thuis, de natuur, de omgeving. En die hebben wij, dus ook de begeleiders, beter leren kennen. En we zijn veel meer van de natuur gaan houden. En daarmee zijn we eigenlijk ambassadeur geworden van onze natuur. En in die zin leveren wij een enorme bijdrage.
70. En 43. En 45. En 37. Een opleiding die heel erg in het teken staat van deze dingen oplossen. De problemen die er zijn, zeg maar. Of ja, problemen, uitdagingen eerder. Dus eerst verder studeren. En dan met die kennis en in de rugzak, zeg maar, die maatschappelijke verandering teweeg brengen. En ook anderen proberen te inspireren. Ja, zeker. En anderen ook die houvast proberen te kunnen bieden. Dat ze denken, oh, misschien heb ik ook wel een keuze in mijn eigen leven dat ik invloed op kan hebben. Want ik denk dat dat ook voor veel mensen een groot probleem is. Dat ze zeggen, oké, ik weet dat het slecht is, maar wat maakt mijn gedrag uit? Zeg maar, wat maakt mijn ene handeling uit? En dat juist mobiliseren is iets wat heel erg waardevol is. Ja, ik heb ook gewoon in het algemeen, als je gewoon ziet, zelfs kleine dingetjes die je kan veranderen, kan je al gewoon voor zorgen dat het al een stuk beter is. Dus je moet altijd kleine stapjes nemen, nooit grote stappen. En gewoon dat mensen al moeilijk gaan doen over die kleine stapjes, dat ik echt denk van, accepteer het en probeer gewoon verandering erin te brengen, inderdaad. Ik probeer mijn bijdrage te leveren aan de natuur door zo'n klein mogelijke voetstap achter te laten. Dus gewoon zuinig en de kachel nu een streepje lager en gewoon heel erg opletten met het eten. Ik probeer ook best wel vegan te eten. Ik ben niet vegan, maar ik eet wel heel weinig vlees en ja, gewoon mijn plastic scheiden. Ook wel, wij hebben wel veel kennis er dan nu over vanwege onze opleiding, maar ook heel veel qua hoe het er nou in het echt voor staat. Even meer oog op oog, dat je kunt zien van wat ligt er nou op het strand of zijn er nu minder zeevogels, minder zeehonden in de Waddenzee. Dat soort dingen van, Als ik zie met hoeveel enthousiasme jongeren de natuur ontdekken en onderdeel zijn van die natuur, dan heb ik alleen maar hoop. En dan denk ik, wat een creativiteit hebben we hier. Wat een ondernemende mensen hebben we hier. Mensen die zich echt willen inzetten voor onze prachtige omgeving. En ja, het zorgt ervoor dat ik heel enthousiast blijf voor C-Lab om met ons team dit nog veel meer te gaan doen en nog veel meer jongeren te inspireren. Het helpt me gewoon mee om gewoon een ander inzicht te krijgen van de natuur en van de zee hier. Want je zit op een zeilboot, dus dichterbij kan je niet komen. En het is gewoon heel mooi. Het is even wat anders dan in de schoolbanken. En zo leer je eigenlijk gewoon alles op een praktisch niveau. Dus dat is wel heel bijzonder en heel leuk. En daar helpt C-Lab echt heel erg mee met het inzicht op gewoon iets anders dan gewoon boeken of een filmpje. Dus dat is wel heel tof. Ik ben hier nu ook gewoon met de gedachtegang van alles wat ik spannend vind voor mensen staan. Mensen die me aankijken, mijn hart luchten zeg maar, bij mensen die ik niet zo goed ken. Dat probeer ik nu gewoon te doen. Om gewoon te laten zien dat een naam je niet onderscheidt. Je kan zeggen, ze kunnen tegen zeggen, je hebt autisme, betekent niet meteen dat je niks kan. Je kan gewoon laten zien van, zoals ik nu probeer te doen, van zie, kan het gewoon. Niet zeggen dat je niks kan, maar gewoon doorgaan. Proberen. En ik ben zelf ook wel natuurliefhebber. En ik wist ook wel dat we allemaal leuke onderzoeken en zo gingen doen. Toen we naar C-Lab zouden gaan. En ik wou ook wel graag leren zeilen. Dus dat ja, zeker. Wel. Ja, dus, vandaar. Ja gewoon
Ja, lekker, gewoon lekker bezig zijn. En gewoon een beetje niet meer school en dan een beetje leren in de praktijk. Even een keer wat anders dan de standaard week die je draait. Precies. Weer eens een keer erop uit. Nieuw doel. En dan lekker leren tot te doen. Ja. Het is natuurlijk geweldig als je van je omgeving houdt. Als ze zegt met het team nu ook echt, hè, dan ga je ervoor, dan wil je ervoor zorgen. En dan ga je je omgeving, je natuur zien als je thuis. Dan ga je er goed mee om. En C-Lab is onderwijs buiten het klaslokaal. En wat mij betreft het onderwijs van de toekomst.